Waarom zou iemand voor jou kiezen? Als je dat aan een commercieel iemand vraagt, dan zal hij heel snel weer de voordelen van zijn product of dienst gaan opnoemen. Of vertellen hoe goed zijn bedrijf wel is, wat de unique selling points zijn. Het is natuurlijk de vraag of dat de reden is waarom een bedrijf voor jou kiest. Ik zal ze een voorbeeld geven. Stel jij komt als commercieel iemand bij een bedrijf en je bent de derde in rij. En de klant vraagt aan jou, nou, hoe is het met jullie product? En je zegt, ons product is echt heel erg goed, is heel erg uitgebalanceerd en die is echt goed om die te nemen. En hoe is het met jullie service? Vraagt de klant. Ja, onze service die is toch goed. Je hoeft maar te bellen en we staan binnen half uur bij u op de stoep. Heel erg goed. En hoe is het met de kwaliteit van uw personeel? Ja, wij vinden innovatie ook heel erg belangrijk. We vinden het belangrijk dat ons personeel altijd een leven lang blijft leren. Zij zorgen echt dat ons personeel goed is opgeleid. En ja, we hebben echt heel goed personeel. En nou, laten we het over prijs met die hebben, want ja, het prijs is bij ons marktconform. En de distributie? Ja, we hebben een heel goed netwerk. En wat denkt u nou dat iemand anders die bij diezelfde klant komt, dat die een ander verhaal zal hebben? Als je dit verhaal nou bekijkt vanuit de ogen van de klant, dan zul je wel merken dat in de ogen van de klant elk verhaal hetzelfde is. Er zal natuurlijk geen bedrijf zijn die zal zeggen, wij hebben een hele slechte service. Zodat hij op basis van service jou zal afwijzen. Of nee, wij hebben slecht personeel. Er is natuurlijk geen bedrijf die dat zegt. Dus in de ogen van de klant zal het eigenlijk geen verschil maken. Al die dingen die je noemde, hè, qua prijs, distributie, innovatie, kwaliteit van personeel. In de ogen van de klant is het allemaal hetzelfde. Weet je waar ik nou zo benieuwd naar ben? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Zou jij je mening eens willen geven? Hieronder in een comment. Geef aan wat jij van het onderwerp vindt, of dat je misschien wat mist wat ik behandeld heb in de video. Daarnaast zou het mooi zijn als je je abonneert op mijn YouTube kanaal. Dat kan dan onder aan het rode button. Druk op het belletje, dan mis je vanaf deze week geen enkele video. Dus waarom zal de klant nou voor jou kiezen? Waar ligt nou het onderscheid? Wees eerlijk, je hebt vaak geen invloed op de prijs. Of je hebt geen invloed op de kwaliteit van het personeel van je collega's. Of je hebt geen invloed op het echte product. Maar waar heb je dan wel invloed op? Je hebt invloed op jezelf. Dus jij kunt het onderscheid maken. En wat bedoel ik dan? Je hebt invloed op je enthousiasme. Je hebt invloed op je eigen vakkennis. En je eigen vakkunde. En om die reden, daar zal het onderscheid liggen. Dus ik kan eigenlijk maar alleen maar zeggen, leg vanaf nu de focus op dat waar je zelf invloed op hebt. En dat is die vakkennis, die vakkunde en je enthousiasme. En dat enthousiasme, als dat anders is dan die andere collega-bedrijf die ook bij die inkoper kwam, die zal denken, hey, hij was enthousiast. En wat had hij een vakkennis en een kunde, hij wist het goed uit te leggen. En dan zul jij het onderscheid maken. En dan zal de klant om die reden een grotere kans maken dat hij voor jou kiest. Waarom zou een klant voor jou kiezen? Om jou. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en weer tot de volgende week. Hoi! Wil jij eens verder met mij van gedachten wisselen over dit onderwerp? Maak dan een afspraak via de website www.korsprong.nl. Ik zie je dan graag. Kijk je dit filmpje nu op Facebook of op LinkedIn? Druk dan eventjes op like of een comment of deel misschien een bericht. Kijk dit berichtje op YouTube. Abonneer dan op de rode knop en druk op het belletje. Dan mis je vanaf nu geen enkele video. Dankjewel.